What up mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kirby en de Vergeten Wereld. Ik heb Pascal even mijn camera uitgestuurd, want ja, dat was... Ik weet niet of jullie de video gezien hebben, de vorige video, check hem eventjes. Maar dat was een beetje, ja... Hij kan het maar beter houden bij pizza's bezorgen. Dus in de tussentijd heb ik eventjes snel voor mezelf gespeeld. En heb ik alle Waddle Dees in het rollende rotsen weggevonden. En heb ik alle Waddle Dees in het uitstapje naar het winkelcentrum gevonden. En heb ik daadwerkelijk de hints wel goed gedaan waar het met Pascal zo fout ging. Ook heb ik al deze avonturen gehaald. We hebben er natuurlijk eentje gedaan met Pascal. Het zijn een soort van time trials. Ze zijn best wel leuk, maar ik vind ze niet echt de moeite waard voor de serie. Dus ik zal deze voornamelijk zelf doen. En misschien in het vervolg bewaar ik ze wel. En dan ga ik ze gewoon tijdens een livestream op mijn Twitch-pagina. Twitch.tv/Joost. Volg me daar eventjes. Zal ik ze bewaren en zal ik ze gewoon daar doen. Ik denk dat dat wel een leuke manier is om deze serie een beetje interactief te houden. Voor nu... zijn we dus bij het laatste level aangekomen. Het winkelcentrum Worsteling. Nou hebben we deze bossfight natuurlijk al gespeeld in de demo. Dat was die hele grote gorilla bossfight. Maar het leek me wel leuk om eventjes naar het Waddle Dee dorp te gaan. Want daar zijn we ook nog helemaal niet geweest. Deze serie. Dus de eerste keer dat we naar Waddle Dee dorp gaan. Dus waarschijnlijk krijgen we ook een hele mooie animatie. Denk ik. I don't know. Ja, natuurlijk wel. Oh, kijk, alles is er nog in aanbouw, joh. Nou, ik heb al best wel veel Waddle Dees verzameld. Dus ik denk wel dat we het een en ander kunnen bouwen. De Waddle Dees bouwen hun dorp opnieuw op. Red zoveel Waddle Dees als je kunt om toegang te krijgen tot nieuwe gebouwen en nuttige hulpmiddelen. Ja, exact. Dus we gaan eventjes checken. Wat kunnen we doen hier in de bioscoop? De Waddle Dee bioscoop is nu open. Bekijk gedenkwaardige momenten opnieuw op het grote scherm. Ah, oké. Nou ja, dat lijkt me niet echt de moeite waard. Als je samen met een tweede speler op avontuur wilt... Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan met Pascal. Dus hey, check. Hoeveel van die makkers hebben we eigenlijk? Zo te zien zijn de Waddle Dees hard bezig geweest. Zullen we even rondkijken? Ja hoor. Oh, we hebben er 39. Oké, nou. Kunnen we nog zwaaien naar deze makkers? We hadden toch een zwaaiknopje? Ik wil even zwaaien naar ze. Oh, krijgen we nog... We kunnen nog niet eens zwaaien. Ik dacht dat we konden zwaaien. It's fine. 39 hebben we in totaal. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, jullie kunnen niet eens opbouwen. Er zit een stoel. Kunnen we op de stoel zitten? Oké, we hebben natuurlijk in die video die we speelden op Nintendo hoofdkantoor... hebben we al het Waddle Dee dorp gezien, terwijl het voor een groot deel helemaal af was. Heb je de video gemist, check dan eventjes de infokaart. Maar daar waren al deze gebouwen al redelijk gemaakt. En daar konden we ook de demo-codes invoeren, et cetera, et cetera. Dus dat is nu nog niet het geval. Maar we moeten wat meer Waddle Dees gaan verzamelen. Welkom nu, Waddle Dee bioscoop zijn allebei veel zien. Oh, je bent benieuwd waarom we zo snel een bioscoop gebouwd hebben. Omdat vermaak belangrijk is. Dus welke film wil je zien, Kirby? Oké, dus ja, ik wou zeggen, eerst de bioscoop en dan alle necessities. Ja joh. Oké. Kirby in de Mysterieuze Vortex, mondvol voor hem. Dit zijn volgens mij allemaal trailers. Zijn het niet allemaal trailers? Dit is de intro-scherm, invasie van de stad in puin. Ontmoeting van... Oh, dit zijn letterlijk volgens mij alle cutscenes die wij hebben ervaren in ons spel Hero. Oké, lijkt me niet echt de moeite waard om daar nu heen te gaan. Ik wil even kijken of we iets kunnen laten maken door de Waddle Dees. Want ik weet niet of dat al... Is dat al ver genoeg? We hebben alleen maar 39. Ik denk dat onze eerste daar rechts is. We kunnen wel even tomaat vreten. Ik weet dat je van de tomaat helemaal vol HP gaat. Dus ja, 50 is de eerste die we kunnen doen. En dat hebben wij nog niet. Wij hebben niet 50 Waddle Dees. Aight. Oké, dan hebben we niet heel veel te doen hier, though. Kunnen we nog eventjes kijken wat hier is. Naar aankomstpunt. Oh, dit is gewoon een warpback of zo? Nou, ik denk dat dit gewoon een warpback is. Ik weet niet waarom, want we hadden ook gewoon kunnen lopen, toch? Of is aankomstpunt wat anders? Wat is aankomstpunt? Oh, het strand! Oh, maar waarom? Waarom zijn we nu weer op het strand? Ik wil helemaal niet naar het strand. Dat hebben we al gedaan in de eerste video. Oké. Kunnen we hier weg? Level verlaten. Ik hoef niet naar het strand. Ik heb hier niks te zoeken. It's fine. Ik denk dat we, voor als je die nog wilde spelen... Zag ik daar trouwens ook Amiibo staan? Ik weet niet wat we daarmee kunnen doen. Je kunt Amiibo gebruiken om extra voorartikelen, sterrenmunten en meer te krijgen. Wil je nu Amiibo gebruiken? Nou... Ja, ik dacht dus echt dat ik een Amiibo had van Kirby, maar het blijkt me niet. Dus we gaan deze Bowser Amiibo gebruiken om te zien wat we gaan doen. Yo, oh wauw, we krijgen een autootje. Ik weet niet wat het autootje doet, maar als we op X drukken. Wat gebeurt er dan? Oh, dan krijg je een taartje en dat hebben we nu gewaste. Great, dat was letterlijk een free heal. Anyways, we are here. We moeten minimaal 50 Waddle Dees verzamelen dus. Om ook maar iets te gaan repareren in het Waddle Dee dorp. Dus laten we dat gewoon allereerst doen. We moeten gewoon eventjes die bossfight clearen. En dan kunnen we gaan. Ik weet niet hoeveel Waddle Dees we kunnen verzamelen in de bossfight. Voltooid level 4 secrets. Oké, let's go. Let's boogie woogie, baby. Winkelcentrum Worsteling. Oké. Het is al gelijk rustig stil. Ja, dit hebben we natuurlijk al gespeeld tijdens de demo van de game. Dus we moeten eventjes kijken of we nog iets nieuws kunnen vinden hier. Ik vind deze gun guy eigenlijk helemaal niet zo chill. Hij is wel oké, maar je moet 2 keer schieten voordat je zo'n beest neerkrijgt.
It's fine though, maar het is een beetje slow. Hierachter was volgens mij helemaal niks. Dat hadden we toen ook al gekeken in de demo. Dus laten we gewoon doorgaan. Oké, daar konden we ook niet langs. Blikje. Hier links is een hele stapel banana's. Dit is een voorbode, hè, jongens. Dit is een voorbode. We weten wat voor soort bos we gaan krijgen. Hebben ze een hele stack aan bananen opgegeten. Get fucked. Oké. Ik weet nog niet... Ik voel wat trillen. Mijn controller trilt. Poster weg. Dat is altijd een secret, toch? Ah, dit keer geen secret? We gaan voor de bomman. De bomman is toch wel het meest OP, denk ik. Gewoon lekker spammen. Ik vraag me af wat dan de secrets zijn, want... Kunnen we hier misschien overheen of zo? I mean, we kunnen er overheen, maar er is niet echt veel. Kunnen we hier nog overheen? Nee, het is gewoon een afgesloten ruimte. Als het goed is, kunnen we hier links kunnen we hem al zien chillen. Onze Kong King Kong gozer. Kijk hem staan. Yo, what up? Yo, kijk hem ook kijken dan. Hey, mamacita, it's me, Kirby! Ik was even vergeten dat hij letterlijk je uit het raam pakte. Oké, ik wilde eigenlijk die ruimte nog even ontdekken. Ik was nog niet helemaal ready om tegen spierbalbeest Colossals te vechten. It's fine though. Trouwens, waren de sterren niet gewoon veel sterker dan de bommen? I can't remember. Woo! Dat is niet wat ik wilde doen. Oké, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Get fucked. Ik ga gewoon met de sterren vechten. Dat ging in de demo ook een stuk beter. Oké, we hebben hem al twee keer geraakt. Zie je, hij doet ook veel damage. Got him. Hij zit letterlijk al op de helft van zijn HP door die sterren. Oké, gooi nog meer dingen dan. Kom dan. Hé, jong. Jonk. Je kan er dus twee eigenlijk per aanval pakken, want hij dropt er best wel veel. Oké, je bent al bijna doodgelost, dus ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Ga jij maar even je spinaanval doen. It's fine. Oh, komt wel gevaarlijk in de buurt. Gelukkig hebben we redelijk veel range. Hop. Hop. Hij dropt dus ook weer van die sterretjes als hij dit doet. Dus ik moet eigenlijk al een beetje in de buurt zijn daarvan. Crap. Ah. Hoe moeilijk is het om dat te pakken? Auw. Oké, ik heb hem. Ah, oh. Hij is al neer ook gewoon. Hoe easy is deze bossfight? Ik heb letterlijk tussendoor bossfights gehad tegen, weet ik veel, ijsmonsters en zo in de vorige aflevering die easier waren dan dit. Maar is het nu al klaar? Want er waren iets van 4 secrets of zo die we konden pakken. Verslaan de eindbaas binnen 2 minuten. Oh, oké, dat hebben we er eentje. Nou ja, dat was niet zo moeilijk. Wat zijn de andere secrets, though? Want we konden in het hele winkelcentrum verder niet echt wat vinden. Ik wil eigenlijk wel alle secrets hebben. Oké, we gaan ze waarschijnlijk nu zien. Glip tussen Colossal's poten door. Oh, oké. Dus we zouden dus nog door zijn poten moeten glippen en dan nog iets moeten doen voor extra secrets. Ja, dat wist ik niet. Ik wilde hem gewoon verslaan. Ik had geen idee wat de edit bonuses waren. Oké, we missen daardoor wel nog een aantal Waddle Dees. Oké. Maar we gaan even zien wat er gebeurt. Want ik denk dat nu de hele mikmak wordt geopend. Een nieuwe area. Jazeker, we gaan... Oh nee, we gaan naar Waddle Dee Dorp. Volgens mij... We waren te vroeg naar Waddle Dee Dorp gegaan. We hadden net zo goed even kunnen wachten. Oh man. Had ik moeten weten. Verrassing automaat series 1 is nu beschikbaar. Draai aan de knop om een figuur te krijgen. Probeer de hele series te verzamelen. Wat leuk. En daardoor kunnen we upgraden. En daarom heb ik ook even al die Rift minigames gedaan. Want daar kreeg je dus van die sterren voor... Waar je kopieerkrachten kunt upgraden. Oké, nou, nice. Wat heb je te vertellen? Blauwe makker. Ik ben zijn naam even helemaal vergeten. Valiano of zo. Filippi. Flipando. Ik heb geen idee hoe die heet. Let's go. Yo, what up? Wat is je naam ook weer, vriend? Elfelin. Elfelin. Dan worden die wapenwinkels open. Dat is een snelle manier om aan kopieerkrachten te komen. Ik heb ook gehoord dat de eigenaar een geheim kent om sterker te worden. Laten we eens een bezoekje brengen. Ja, want je hebt die sterren die ik al verzameld heb. In die riftingen. Hallo Gochem. What up? Welkom in Waddle Dee wapenwinkel. Ik werk met allerlei soorten kopieerkrachten. Dat is een beetje mijn ding. Alle kopieerkrachten die je tijdens je avontuur vindt, kun je hier krijgen. Dus kom langs wanneer je wilt. Nou, oh, er is nog iets. Ik kan je helpen krachten te ontwikkelen, zodat ze nog sterker worden. Deze blauwdruk bevat weergaloze technieken. Daarmee kun je je kracht ontwikkelen. Laten we dat nu proberen. Ik leg mijn gereedschap klaar. Moeten we nu eentje kiezen? Oh, we kunnen die blijkbaar
upgraden. Bedankt voor je geduld. De kracht Boomerang kan nu tot Chakra Merang worden ontwikkeld. Oh. Bedankt voor je geduld. De kracht vuur kan nu tot vulkaanvuur ontwikkeld worden. Oké, we kunnen dus de boomerang upgraden. Om de kopieerkracht te ontwikkelen heb je sterrenmunten en zeldzame stenen nodig. Nou, daar hebben we er inderdaad twee van. Je kunt zeldzame stenen op schattenpaden vinden en overal verstopt zijn. Dus kijk op het rond. Voor deze keer heb je alles voorbereid. Druk gewoon op A om te ontwikkelen. Yes. Tuurlijk ben ik voorbereid, gast. Let's go. Gaan we. Nou, laten we de animatie eventjes één keer bekijken. En dan zullen we hem daarna skippen, want volgens mij is die letterlijk altijd hetzelfde. Yo! Yo! Daar is die. De kracht boomerang is ontwikkeld tot chakra rang. Ik weet niet wat het doet, maar we'll check it out. Geluk, mooi. Je kracht boomerang is ontwikkeld tot chakra rang. Breng de andere gebruiker die je vindt ook naar mij, dan kun je de krachten nog verder ontwikkelen. Ja, maar hoe kom je aan blauwdrukken? Waar vind je die? Oh. Volgens mij doet hij een soort van... Oh, kijk nou. Hij doet een soort van... Ik weet het niet eigenlijk. Ze vliegen een beetje rond. What the frick? Oké, je kan hem ook laten hangen en dan kan je hem vasthouden. Oké, leuk. Nou, fantastisch. Laten we nu eventjes de vuurpower-up even upgraden. Oké, blauwdruk voor vulkaanvuur. Laten we doen. Gaat-ie. De kracht vuur is ontwikkeld tot vulkaanvuur. Ah ja, deze ken ik nog wel van de tijd dat ik bij het Nintendo controller mocht spelen. Daar hebben we ook al even met deze ability geklooid. Oh ja, nu schiet hij gewoon... Hij schiet nu inderdaad, in plaats van vuur spugen is het nu... Gewoon dit gooien. Oh, je kan het letterlijk ingedrukt houden. Dan spam je het. Dat is insane. Oké, wauw. Oh, je ontwikkelt ook een soort van ultra vortex. Als je dit gewoon blijft voeden. Ja, dit is insane. Dit is gewoon letterlijk... Dit is gewoon OP, zeg maar. Wat gebeurt er als ik hem kill eigenlijk? Is hij weg? Ah, er spat toch een nieuwe? Boe, ik had op zijn minst een secret willen krijgen toen ik hem, als ik hem versloeg. Oké, I like this power-up. This one is fun. Als je de vuurkracht hebt, kan je de aanvalvuur uitvoeren door te rennen en te springen en dan beter drukken. Oh. Bukken. Oh ja, oké. Ja. Dat is inderdaad nieuw. Whee! Nou, dat hadden we natuurlijk ook al met de vorige vuurkracht, maar waarschijnlijk is die nu ook wat sterker. Uit. We happy with this. De wereldkaart. Als je er klaar voor bent om verder op verkenning te gaan, springen op de warps en dan vliegen we naar het nieuw gebied. Wat leuk. Ik wil nog eventjes kijken bij dit ding. Oh nee, volgens mij heb ik een Waddle Dee geraakt. Oeps. Laten we beginnen. Gaan wij een nieuw itempje krijgen. Ik bedoel, ik vind deze dingen best wel veel. We hebben een mandarijn. Ik vind deze dingen eigenlijk overal op de wereld wel. Dus ik denk dat het niet heel spannend is. Yo, die is cool. Stoepschildpad. We zijn verslaafd, jongens. We zijn verslaafd. We hebben nog meer. Hey, de auto. De mond van auto Kirby. Oké, ik weet niet of we ze allemaal hebben. Series 1. Oh, wacht. Ik kan even op collectie kijken. Oh, kijk eens. Dit zijn de Series 1. Jemig, wat veel zeg ook. Wat ongelooflijk veel. Nou goed, we kunnen dat altijd nog wel een keertje doen. We weten waar het is. Ik weet ook niet wat de meerwaarde ervan is om dat allemaal te upgraden. Hoeveel Waddle Dees heb ik eigenlijk? Let me check. Oh ja, 43. Kijk, mission dus nog 7. Ik heb eigenlijk wel heel erg de behoefte om de eindbaas nog een keer te doen. Gewoon om alle secret shit te unlocken. Maar dat doe ik dan ook wel tijdens een livestream. Als we dan, zeg maar, toch gaan streamen. Dan wil ik al die hidden areas gaan doen. Voor sterren. En ik wil dan ook alle levels teruggaan. Waarin ik niet voldoende Waddle Dees of niet alles heb gehaald. Maar we zijn nu in de eeuwige blijbij. Je hebt de eindbaas verslagen en een nieuw gebied vrijgespeeld. Nou, wat leuk zeg. De eeuwige blijbij. Look at that. Verlaten strand. Nou, how you do? Let's go verlaten strand. Voltooid level, red de verstopte Waddle Dees en 3 secret arenos. I'm hella excited. Amen. We hebben ook wel echt die vuurpower-up. Ik weet niet of dit een goede power-up is om te hebben met al het water, maar we'll see. Lekker zwemmen. Oh, dat werkt ook gewoon. Auw. Zeg maar, ik kan... Dit is lava, werkt het water toch? Oké. Ik weet niet wat dat voor beest is, maar... Ik moet eigenlijk ook stoppen met zoveel mogelijk te killen, want ik kan ook dingen gewoon opzuigen. En dan krijg je natuurlijk weer nieuwe abilities. Zoals dit ding. Of niet. I just killed it. I just killed it. Dat is ook goed. Wat komt er uit de kokosnoot? Ik wil de kokosnoot kraken. Oh... Breek de klopkopersnoten open. Oké.
Nou, we hebben al één van de secrets gevonden. Dat is fijn. Eén van de dingen die we moeten doen. Oké, we gaan weer zwemmen. Let's go. Visje. Lekker flamberen. Is dat een krokodil? Hoe hoek ik dit ding? Moet ik achter hem zitten? Ik wil hem hoeken, zeg maar. Yeah, oké, we hebben er al twee. Dat was snel. Kan ik hem killen of niet? Ik heb het gevoel dat ik hem niet kan killen. Maar ik heb het gevoel dat ik hem wel moet killen voor de added bonus, denk ik. Oké. Hi, is hier niet iets wat ik kan doen om hem te killen? Ik wil even kijken wat er gebeurt als ik met hem interact. Hij eet je gewoon letterlijk op. Hij eet je op. Kan ik hem niet killen? Ik heb... Oké. I tried. Let's go. Het is mooi geweest. Ah, man. Dat is balen. Hij zit daar gewoon te zwemmen. Het is gewoon een indestructible... We zien dat ze hem ook daarom zwart gekleurd hebben. Want de zwarte spijkerballen zijn ook, zeg maar, dingen waar je niet echt mee kan interacten. Dus dit is fijn. Een stokbrood. Oh, we hebben hier de chakra boomerang. Of de fire thing. Laten we de chakra boomerang even proberen. Ik vond de boomerang best wel een waardeloze ability. Dus ik wil... Oh. De wilde bonkers. Oeh. Oh, dat doet echt veel damage. Ik zweer het, deze dingen zijn vaker moeilijker te verslaan dan de daadwerkelijke eindbazen. Got him. Ze hebben alleen minder health. Oké, en we hebben een hammer ability. Let me try that. Yo, hammer. Bonk. Bonk. Oké, dit is denk ik ook een manier om aan nieuwe items te komen. Gewoon door die boss fights te verslaan. Misschien als we deze boom slaan, komt er dan een kokosnoot uit? Dat had ik wel grappig gevonden. Doet me denken aan Super Smash. De hammer ability. Uit. We gaan even hier kijken. Sla de vissen op hun kop. Eet de bananen op. Oké, we hebben al een tijdje geen kokosnoot meer gevonden. Dus ik hoop misschien dat we die nog even... zo meteen tegen kunnen komen. We hebben daar een area waar we toe kunnen. We hebben hier het EEA. We hebben een zandkasteel die we waarschijnlijk kunnen slopen. Oh, verwoest het zanddier! Ah, dat was er gewoon eentje. Oké, check. Ik wou zeggen, anders moeten we helemaal terug om naar meer zanddieren te zoeken. Voordat we daarheen gaan. Dat was nog aan de overkant. Dus laten we daar eerst even heen gaan, naar de trap. Ik hoor namelijk letterlijk het geluid van verstopte Waddledees. Hoor je? Je hoort ze. Ze zijn hier in de buurt. Bonk. Daar zijn ze. Let's go. Is dit de eerste? Gelukkig, het is de eerste. Ik wou net zeggen, anders moeten we weer terug. But it's fine. Oké, we hebben de eerste Waddledees te pakken. Dan gaan we eventjes die deur in. Want dat gaat natuurlijk naar de volgende area. Let's go. Skroosh. Nog meer hammer abilities. Nou, die hebben we al. Oké, ik zie hier tornado's. Ik denk dat ik die een beetje moet mijden. Bonk. Bonk. Oké, ik kan ze dus redelijk one-tappen met die hamer. Gewoon single bonk. Oh, dit is een draaiende tornado. Want dat is heel handig. Dat is ook hoe natuur werkt, zeg maar. Oh, look at that. We got helle power-ups. Waarom gaat hij niet in de tornado? Wat unfair. Oh, kijk, een slapende jongen. Sorry! Oh, wacht. Hij bewaakte ook een soort van secret entrance. Oké, is dit een extra Waddledee-ingang? De krokodil beschermt het wel met zijn leven. Het valt ook gewoon mee trouwens. Whee! Gaan we. Ik denk dat dit wel een van de hidden missions was om te doen. Toch? Niet eens een hidden mission? Oh, shit. Oké, wat gebeurt hier? Open dat gewoon de deur. Oh, Waddledees! Oké. That's good. Oh, het is een timed mission. Oh, no. We gotta hurry, man. We gotta hurry. Het gaat best wel snel. Oh, it's okay. Woo. Got him. De tweede verstopte Waddledees. Waddledees. Nuts. Got him. Okay. Aan door. Woo. Okay, nou moeten we even uitkijken voor de kronk. What up, kronk? Die we niet kunnen killen, wat ik erg vervelend vind. Hi.
Series 1, speelgoed. Oké. We sneak past them. Oké, er zijn flink wat tornado's hier. Oh nee. Oké, je kan er dus waard ontsnappen, dat is fijn. Dat is wel fijn. Ik heb al een tijdje geen kokosnoten meer gehad. Ik begin me een beetje zorgen te maken. Waarom vind ik nergens die kokosnoten? Hoe kan ik ook in deze hele area geen kokosnoot gevonden hebben? Oh nee, we zijn er volgens mij al bijna uit. Kunnen hier nog kokosnoten spawnen? Wat is dit voor mondvolmodus? Wat zijn we nu? Wat is dit? Windstoot? Oh. Wat een rare ability. Oké, we zijn windstoned Kirby. Joe! We're stoting the wind. Auw. Get out of here. Oké. De kronk zit me wel heel erg aan te loeren. Gaat hij me ook nog kronken of niet? Gaat goed. Oké, we hebben een area hier. Met nog een stuk wat boven... Oh. Oké. Oh, dat kilt hem wel. Look at that. We hebben ineens een heel boot minigame. Oh, een kokosnoot. Hey. Dat is 3 van de 3. Oh, there we go. Woe. Het is toch allemaal goed gekomen, jongens. Ik dacht hier, dat is de laatste kokosnoot. Hebben we ergens gemist. Maar het viel allemaal mee. Dan moeten we alleen nog even 1 set Waddle Dees vinden. En dan we Gucci. Then we Gucci. Oh. That killed me. En dat zijn niet de laatste volgens mij. We missen er nog eentje. Get out of here. Het lijkt me sterk. Oh, wacht. Er zit daar een gat in de muur. Waar je doorheen kan varen. I forgot those. Waar is mijn boot? Oh, mijn boot is weg. Oh nee. Laten we vooral niet in de ding springen. Oké, wacht. We moeten even de boot pakken. Want er zit hier bij die muur. Je ziet het volledig. Er zitten kraakjes hier, oh. En dan kom je daarachter. En daar zitten waarschijnlijk nog Waddle Dees Nuts. Oké, jongens, jullie moeten even wachten. Ik kom jullie zo helpen. Papa komt jullie zo helpen. We moeten eerst nog eventjes wat andere Waddle Dees vinden. We gaan met de windturbo even hier doorheen. Hoppa. Killing all the Kronks. Eindelijk kunnen we ze killen. Ja hoor, ze zitten gewoon hierachter. Ze zitten hier gewoon te campen. Wegwezen, sneeuwpop. Kijk eens aan. Boink. En dat was de laatste. Goed zo. Kijk, exploration heeft toch wel zin, jongens. Volgens mij hebben we letterlijk alle minigames nu. Of alle minigames, wauw. Alle hidden secrets. Naar het land. En we zijn er. Dat was hem. Hey. En we hebben alles, toch? Voltooi het level. Red de drievers op de Waddle Dees. Breek de... We missen er 1. Maak de letters op het dak compleet. Omdat we een O waren. We hadden met ons O-lichaam... We hadden de letters compleet moeten maken. Ah, nu weten we dat. Dus dat kunnen we dan doen tijdens een livestream op Twitch.tv. Als Joost, volg me daar eventjes. En bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuk filmpje? Ram op dat duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren. En kijk hier naast mij eventjes die 2 hele mooie video's. Die bovenste video hier... Die brengt je naar de vorige Kirby-video, voor als je hem gemist hebt. En die onderste video hier... Wauw, die heeft YouTube helemaal speciaal voor jou bepaald. En dat is waarschijnlijk een video die jij heel erg leuk gaat vinden. Dus check het even uit. Wil je die of wil je die? De keuze is aan jou.